rooster. Ja. Yeah. Oh. Ja, dit was een leeuw. Papa? Familiebellingenboom. Dit is een blootje. Je bent net spijhoor. Je wint, hè? Hele kamer van opa en... papa. Het lampje. Goedemorgen, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn Becca's familievloggers. En het is zaterdagochtend. En Luxie en Lucilla zijn samen aan het spelen. Kijk, ze zijn eigenlijk een soort van aan het aankleden. Maar Lucilla die speelt voor pop. Ja, in het flesje. Ja, daar heb je echt een pop, ja. Wat doet Lucilla nou? Hey, wie hebben we daar nog meer? Hallo. Goedemorgen, jongen. Lekker geslapen? Deze zondagochtend. Zo, even de tanden poetsen. Kan Lucilla heel goed zelf, schatje? Ja. Terwijl ik me hier in de badkamer sta op te maken, wilt Luxie me altijd een beetje helpen. Nu heeft ze dus uit mijn make-up mandje, mijn badmake-up gepakt. Heeft ze daar neergelegd. En dan is ze hier een pop aan het opmaken, hè? Oh. Ben je de pop aan het opmaken? Ja. Ja, die? Welke kleur gaat het worden? En dan? Goed zo. Mooi. Heel mooi. Ja. Ja? Oh, die is klaar. Oké, en dan? Wat moet de pop doen dan? Oh, de pop moet even in de spiegel kijken. Mooi. Ik denk dat de pop dat heel mooi vindt, Luxie. Ja. Ja, heb je echt heel mooi gedaan. Ja. Luan is met zijn zusjes heeft lekker een bankje yoghurt aan het eten. Luxie leest het prinsessenboekje. En Cilla doet een spelletje om en om. En Luan op hun kinder-iPad. Hey, het regent vandaag echt pijpen stelen, jongens. Woeselenpuntje vindt het zelfs zo erg dat ze niet eens naar buiten willen voor gewandeling. Hé, hey. Jullie niet naar buiten? Het is echt hondenweer. Echt hondenweer. Ze willen niet naar buiten. Het regent onophoudelijk. Hey, Pip denkt, ik hou het plasje wel op, hè, Rosanne en Pip. Jullie denken, ik hou het plasje wel op. Ja. Maar kijk, dit is dus hoe het boot is. Gelukkig een verandaatje. Maar onophoudelijk. Kom maar, Woezel en Pip. Kom maar. Kijk, ze komen gewoon niet. Geen zin, te nat. Oké, noem het straks als het droog is. En dan rijd ik de auto voor. Dan gaan we naar de familiedienst. En daar een opa en oma. Ja, goed zo. Zo, nou, wij zijn aangekomen. We moeten wel rennen, want het regent heel hard. Ja, we gaan naar de familiedienst. Door de regen, heuvels. Ja, gaan we die banaan. Kijken wie het hardste kan rennen. Daar gaan we. De muziek is al begonnen. Heb je een bekertje limonade? Ja, en een koekje. En een koekje? Nou, twinning is winning, hè? Je bent toch duidelijk? Er zijn nog koekjes gelukkig, hè? Kijk eens, Hille. Er zijn nog cookies. Twee. Oh, nou vooruit dan maar. Eentje. Luxie, heb je een cookie? Wil je een lekker slokje drinken? Wil je een lekker slokje drinken? Lekker limonade. Cilla, wil je ook nog een slokje roze limonade? Gaan we naar binnen. Kijk, Luxie, hier zijn de kinderboekjes. Snow. Centje in de collecte. Heel goed. Centje in de collecte. Super. En diep doordringende, bewarende werking had op de mensen om hen heen.
Omdat Paulus aan boord was in Handelingen 27 van dat schip wat schipbreuk deed. Hoe is de pups dan nog bij de voordeur? Die hadden we opgehaald. Hallo, hier zijn de wintersporters. Hier zijn de wintersporters. Weer terug met de sneeuw. Ja, als kindje. Nou, die zullen laat ik haar maar zien. Hé, hey, en ik zie iets aan de eettafel nu aan. Opa en oma hebben andere eetstoelen. Wat mooi zeg. Ja, nieuw. Oeh, heel mooi hoor. Gezellig weer. Mama de skier. Gezellig hè. Mooie stoel. Daar zijn we samen. Hé, wij hebben deze ook van de verjaardag. Ja, wat ga je doen met opa? Hetzelfde. Ga je een mega treinbaan bouwen? Kijk, opa en oma hebben inmiddels al die jaren al heel wat treinbanen gespaard. Zie je dat? Ze dus hebben er al heel veel. Dan kun je een hele grote trein maken door de hele kamer volgens mij. Moet kijken wat er allemaal in zit. Maak jullie de mega langs de treinbaan? Ja. Geef mijn mama de boodschapjes hier bij de Aldi halen. Ja. Ik heb Luxie even hier gezet. Kan ze hier even lekker binnen in de serre doorslapen. En terwijl Lucilla en Luan even met opa en oma gaan spelen, gaan Daniel en ik eventjes de boodschappen doen. Want we hadden niet zoveel meer in huis voor de vakantie. Het is wel frappant als je dus boodschappen doet zonder de kinderen. Dan ben je eigenlijk veel sneller. Kijk, heel snel. Het karretje gaat toch wel snel. Overal pakken we van alles in het karretje, gooien het erin. En dan zijn we zo klaar. Nou, de yoghurt. Yoghurt erbij. Mini kip. Ja, en ook nog bolletjes. We hebben nog niet geluncht. Voor school, hè? Nog bolletjes en salami. En ja, en zo gaat het karretje nog wel even door. Alle boodschappen op de band. En het is vandaag de laatste dag, Sam. Ja, boven de laatste. Neem het zeggetje mee. Nou, ja. Zeggetje is de laatste frutine. Zo, nou, we hebben de boodschappen voor de hele week weer binnen. Terug naar opa en oma. Wow, en we zijn weer terug. Dit is de langste treinbaan die ik ooit heb gezien, Lu. Ja. Zo, tot de keuken. Hij kan langer, hoor. Hij kan langer. Oh, moeder. Ben je hier een lekker lunchbroodje? Ja, lekker, hoor. Ja, lekker. Lekker, wat heb je erop? Jam. Chocopasta. En dat was het. Een kaaswoezel. Hé, hey, we kunnen niet aan tafel zitten, want kijk, opa en Luan, die hebben de treinbaan helemaal hier onder de tafel doorwoezeld. Ja, dat vind je mooi. Laat oma even zijn skivorderingen zien, hè, Luan. Van de blauwe piste, hè, met je zusje Lucilla en mama. En onze skileraar Lester, hè. Kijk, die durfde Lucilla niet. Je gaat zo met Lucilla. Ja, ik kan achterstevoren van de zwarte piste. Ging je Engels praten? Is Nederlander. Nederlander. Lester. Ik kan dan. Ja. Nu wordt het opschieten. En zusje Lucilla gaat er zo achteraan, hè? Ja. Leuk hoor. Heel mooi. Dit was niet de blauwe, dit is de rode. Dit was de rode piste, ja. Nog stijlen. Kom, de luxie. Is die weg? Wat Luan nu ook heel erg leuk vindt om te doen, is de dilemma's bedenken. En dan zeggen welke, voor welke je zou kiezen. Of voor altijd in je blootje. Of voor altijd in de sauna zitten. Oma, ik heb een dilemma. Hij heeft een dilemma voor oma. Voor altijd in je blootje staan of voor altijd in de sauna zitten. Je moet kiezen. Je mag maar één uitkiezen. Je wil wel mijn opa zou kiezen. Maar als je die bij je op de vlog zet. Oma wil het antwoord niet op de vlog. Ze weet zeg het gewoon. Dus. Knippen we eruit, hè? Ja. Voor oma. Knippen we eruit. Oké, even voor jou. Voor mij? Opa, ook een dilemma. Ga je hetzelfde dilemma of een ander dilemma? Goed. Een ander dilemma? Ik heb er één. Oké, een ander dilemma. Je koopt alle auto's die heel erg duur zijn. Dus dat moet. Of blijf altijd bij oma vrijen. Oh, nee! Nee, Luan, dit kan ook niet in de vlog. Ja. Luan, dit kan niet in de. Okay. Of altijd naar school. Of alleen maar liedjes zingen. Alleen maar liedjes zingen. Ah. Oh, ik heb een goeie voor jou. Voor altijd in de achtbaan die heel erg
je leven lang in de achtbaan zitten? Ja. Oké. Okay. Die heel erg stil is. En het, ja? Geen kikkerachtbaan? Nee. En een hele enge? Hele enge. Oké, okay, ja? Oh ja. En dat je ook door een donkere tunnel heen gaat en dat. Ja? Of voor altijd buiten staan in je blootje. Dit is een moeilijke. Dan sta ik liever in mijn broodje. Nou, altijd in die tunnel word je net te gek. Ja, oké, okay, dan word je wel gek. Ja. Altijd. Bij elkaar zijn, in een klein hokje. Het is altijd kleine teutjes in een heel klein krassig hokje. Ja? Eigenlijk zoals dit, dus dan dit. Ja, altijd met woezel in een klein hokje. Hier, in een vet klein hokje, waar je maar net in past. Ja? Voor je heel leven. Ja? Of, voor altijd. Dit is nog een hoekje. Tijd in een gevangenis zitten. Een klein hokje met woezel. Een klein hokje met woezel. Wij zijn twee vrienden. Woezel en papa. Rekke vriendjes. Woezel en papa. Heb je ook nog heb je ook nog een leuk dilemma voor je zus? Nee, voor papa. Nog één voor papa? Of voor altijd in een babykooi zitten. Dus zoals een baby kinderbedje? Dat je nooit in mag zitten. Ja, hoe noem je dit ook alweer? In een wiegje, een babykantje. Of voor altijd in een achtbaan zitten die elke keer opnieuw gaat. Die eng is en die zo vaak over de kop gaat. Ik denk dat ik wel weet wat je gaat doen. Ik denk dat papa wel weet wat hij gaat doen. De rollercoaster. Ja, papa is gek van de achtbaan. Met woezel. Oh ja, nog één voor Luan. Altijd op de schoot zitten van je juffrouw. Of op de schoot van een olifant. Ja. Op een olifant. Op de schoot van een olifant? Ja. Wij gaan niet met een olifant even. Het was wel een stinkertje van opa. Hi jongen. Hallo. Oeh, Oscar. Oh, Oscar. Oscar, kom eens. Oh, Lu, heb je nog een dilemma voor Luxie? Een dilemma voor Luxie. Oké. Altijd op de leeuw of altijd aan mama's worst? Altijd aan mama's worst. Altijd aan mama's worst, ja. Ja, leeuw. Dat is de leeuw, hè? Ja, dit was een leeuw. Leeuwelikken. Ja, dat zijn de oogjes. Dat zijn de oogjes van de leeuw en het mondje van de leeuw. Ja. Luan krijgt geschiedenisles van opa. En dit is opa met zijn broertjes en drie nichtjes. Daar zit opa in de eerste glas. Schattig. Lijkt wel een beetje op jou, Lu. En hier zit hij weer in een andere glas. Dat was papa. Ja. Tante Sonja. Ja. En die? Ja, Tante Mirja. Ja. Ja. Je kan het hele puzzeltje er al in zetten. Heeft mama jou geholpen? Ja. 1, 2. Goed zo. Hier, kijk. Oeh, en ik zie oma in de BH. Ja. Ik zie oma in de BH op een boot. Sexy op de Betty. Nou, ik heb opa in de zwembroek en een kortje. Opa en oma? De eerste en enige carnaval die opa en oma hebben gevierd. In 1969. Zo. 1969. Ja, dit is een heel oud geschiedenisboek. Ik ben er niet aan geweest, dat vond opa niet leuk. Nee. Kijk, wat heel veel boos. Die leek wel op James Bond. Ja. James Bond. Wie is dat? Kijk, oma in de bikini. Die is beter. Ja. Ja. Is het geschiedenisuurtje van de familie Bellingenboom dan dit? Die ken ik. Of een stamboom. Dat is de O. Maar dan weet waar je vandaan komt. Ja, nou. Generatie. Goed opletten, schat. Wie is dit? Een stukje van opa op een surfplank. Ja. Dat was 1994. Ja. Dat is lang voor jouw tijd. Wat? Oh, kijk dan. Ja, is een blootje. Nee, kijk, hier heb je ook een blootje. Dat mag niet op YouTube, hè? Nee, dat is een blootje. Wie wil kantje? Nee, hoor. Ik had een gele zwembroek. Geen huidskleur zwembroek. Kijk, die loopt wel in een ander blootje. Hier waren we in Denemarken. En hier waren we in Den Helden. Ja. Gingen we op die brommen gingen we naar Den Helden. Ja, ook wel een mooie brommen. Ja. De koffer achteraf. Ja. Kijk, een grote vuur. Ja. Dat is een lange jaar.
Leuke Luxie. Dat zijn alle foto's van opa en oma. Luxie. Dat is opa. En dat was opa. Een bloempotje. Ja. Hoe heet die kap ook weer opa? Dat is een bloempotje. Hoe heet die ook weer? Bosma. Bloempotje. Ik knip. Dat is sexy. Lijkt op jou, hè? Voel me sexy als ik dans. En kijk, nu. Kijk, daar kun je de zwembroek zien. Zie je dat? Ja. Wat voor kleur is dat? Hier mag je niet naar kijken. Huidskleur. Daar mag je niet naar kijken. Hij kijkt naar oma. Hij kijkt naar oma. Je doet zo vanavond ja. Opa kijken en je kijkt naar oma. Schat bikini. Ja, ze zijn ook jong geweest, Luan. Opa en oma zijn ook jong geweest. Ja, weet ik, maar waarom mag ik dat niet zien? Ja, nee. Je kijkt alle mooie eraan. Je doet de benen omhoog. Ja. En kinderen, hier is. Het is niet helemaal YouTube. Je komt voor de eerste keer in de familie. Weet je dat, mama? Het was de eerste keer dat je bij onze familie. Ja. Daar zat ik alweer bij. Kijk, hier hebben we nu. Ja, mama en papa. Kijk hoe boos ze kijken. Ik mocht geen pilsje drinken. Luxie, wie is dit dan, mama? Kijk, dit doen we voor in de dienst. Wie is dit? Ja, dat is papa. Is papa, opa, tante Mirjam, wat is Sonja? Opa, wat is echt zo goud! Ja, met zilver. Ja, dat is heel ouderwetse foto's. Is het verkleurd of is het... Dat is echt zo. Dat was toen een trend. Papa! Dat was de filter, de Instagram filter van nu was dat. Dat is oma Rijn, die ken je ook wel, hè? Mijn broer. Dus stil aan papa. Ga met oma, ja. Even nog een keer later. Zo, niet zo dol, we zijn. Even een leenriempje van opa en oma. En daar gaan we dan. Oeh, oh, woezeltje. Woezeltje. Dank, Stella. Woezeltje die ontsnapt er zo. Hey, woezeltje is net zo dol als de wind. Nou, lekker wandelen. Lekker windje, Stella. Kijk eens hoe hoog. Lekker, Stella. Ja, dat was goed, hè, met de wind in de rug. Stella is een echt klimaapje, hè. Hier klom papa vroeger ook. Kijk, dat is een hoge bult. Ik heb daar een beetje op de paal. Echt waar, durf je dat? Ja. Wel heel voorzichtig. Kijk maar. Heel voorzichtig. Klimaapje, 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 klimaapje. Je bent zo sterk, zo stoer en durft zo veel. Oh, pas je daardoor? Ja. Je bent net Spider-Woman. Ja. Mama! Oh, wat eng! Nu ga ik van de paal! Echt waar? Voorzichtig, prinses. Ja. 1, 2. Wow! Nu ga ik nog een keer. Klaar voor de start. Kijk eens naar dat. Dat is een toch niet zo goed. Ja, door de sterke wind, hè. Terug naar huis. Luan en Lucilla die zijn inmiddels helemaal los aan het gaan met alle Lego blokjes. Ja, doe mij ook, hè? Ja, want hier zit ook nog een zo. Ja, want kijk, hier zit ook nog een zo rode dingetje. Wil je dat voor mij zoeken? Opdoen. Wat ga je dan doen? Een mega glijbaan maken? Ja. Ja, dat wou die wel, maar heel veel van deze dingen heb je niet, hè? Die wel, je hebt er 3 van. Oh, 3. Oké. Okay. Nu? Deze zocht jij? Ja. Ja. En dit is een palmboom. Doei. Doei. Ja, hij zit hier in de gevangenis, hè? Ik heb er nog 1. Ja, zit in de gevangenis. Zo, Lucilla, je hebt dan... Lucilla heeft een hele drukke dierentuin gemaakt. En Luan is nog druk bezig met het zoeken van een glijbaan. Maar volgens mij waren er maar 3. Nee, joh. Ja, volgens mij waren er eigenlijk maar 3, jongen. We hebben er 3, maar het was een 3. Het waren er over. Ja, eindelijk. Kijk. Mam, dit is hem. Dat is de glijbaan. Ondertussen ligt de hele kamer van opa en oma onder de Lego-blokjes. Ja, heel mooi, schatje. Nou, daar komt de Jerommeke aan. Oh. Fant en Kroko. Oh. Nou, papa en mama die gaan hier even in de stoel zitten. We gaan even zien. Kijken naar ons kroos. Dat daar aan het spelen is.
Dan gaan we even lekker zoenen. En opa en oma, die hele halve kamer ligt onder de Duplo blokjes in de trein. Oh, dat is wel een mega. Ja, daar ook hele treinenbanen gebouwd. En kinderen zijn er heel erg zoet mee. Ja. En als de kinderen zoet zijn, zijn mama en papa ook zoet. Hè? Ja, dan kunnen we even zoet. Niet aan mijn bakjes. Moet ik dat eruit knippen? Mag dat in de vlog? Ik heb gorilla bakjes. Die gaan er wel af, hoor. Ja, Daniel die wilt afvallen. Voor... Ja. We hadden die leuke wintersportvakantie, maar nu is het gebeurd. Bikini weer. Wat is gebeurd? Ik wil weer in mijn speedo kunnen. Wat is er dan met het wintersport? Dat ik die berg af ging met veel pakken suiker op me. Dat merkte jij. Dat was niet goed. Hoe komt het dan dat jij zoveel En ook de sport en ook de skileraar. Ja. Dus een zo hard en fit van die berg. Ja, maar die was ook 20 jaar jonger dan jou. Die was 21. Ja. Ik ga 40 worden. Ja, dat is ook wel een klein verschilletje. De helft. Maar... Klein verschilletje. Nee, maar hoe komt het, even serieus, hoe komt het nou dat ik zo'n klein beetje ben gegroeid de afgelopen jaren? Door het goede leven. Van workaholic, businessman naar familyman. En elke nacht de nachtdienst naar. En dan na de nachtdienst met de vlog, deuk de boemers in. Ja, ja, dat zeg je ook. Als wij klaar zijn met werken in de avond. Soms nog wel eens in de nacht. Ja. En dan, als Daniel dan klaar is met zijn... En Daniel heeft het laatste stadium van de vlog. Ja, schatje. Dan duikt hij de koelkast in. En dan gaat hij de pindakaaspot en de chocopot oplepelen. En dat gaan we nu niet meer doen. Dat gaan we nu niet meer doen, Luxie. Papa doen. Met onze trainer. Hop, hop, hop. Over bergen. Breek geen baby. Hop, 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 hop. Luxie, galop, lop, lop. Zie maar. Ja, iets meer onderkin, iets meer haar. Yes, please. Onderkin, onderkin. Akoetenhuidje. Onderkin. Ik heb ook wel onderkin, hoor. Oké, dit zo. Ik ga niet weg. Oh, oké. Okay. Nou, we zijn een beetje de vlog in vol lullen, zoals jullie merken. Het is een echte hangzonde. Ja, dat is het. Oh, die zitten er ook tussen. Ja, het is niet altijd spektakel. Het is gewoon je tweede batterij, hè? Dus je zit al bijna op ik heb geen idee hoeveel we hebben gevlogd vandaag. Nee, je tweede batterij. Geen idee. Mijn tweede batterij, dat betekent voor ons dat we al over een uur zitten nu. Nee, op een uur. Ja, een uur. Maar geen idee wat we hiervan maken. Misschien heb ik wel bijna niks erin. Ik denk, oh, wat een saaie content is dit. Kijk dan wat ze hebben gemaakt, jongens. Een hele attractieachtbaan. En dan... Ik vind het mooi gemaakt, kinderen. Ja? Moesten een Pip van maken zich ook, zoals jullie zien. Tussen de Duplo-blokjes. Ja, wat doen ze dan? Moesten een Pip stoeien tussen de blokjes. Leon en Lucilla die zijn met de grote neef Ryan boven verstoppertje aan het spelen. Wij moeten ze gaan zoeken. Eén! Ja, één. Mama heeft al geteld. Alleen, nou moeten we ze nog gaan zoeken. Gaan we hier naar boven? Luxie kan heel goed zoeken altijd. We weten precies waar alle plekken zijn. Ja. Nou, maar eens even kijken. Waar zijn ze, Luxie? Hier op de badkamer is het niet heel veel verstoppen. Met ze in de wasmachine passen, maar dat kan niet, denk ik. Nee. Nee, hier ook niet. Misschien met opa en oma in de slaapkamer. In de klerenkast. Nee. Nee, wel. Hier in de... Luan zat vorige keer in de klerenkast. Nee, niet in de klerenkast. Waar kunnen ze dan zitten, Luxie? Waar kunnen ze dan zitten? Onder het bed. Ga ze onder het bed kijken. Vorige keer zat ze onder het bed. Onder het bed? Nee, ook niet onder het bed. Waar moeten we dan naartoe? Ik hoor wat. Oh, je nodig plassen. Ja, dat is niet handig, nee, als je verstoppertje speelt. Kom maar snel plassen, liefie. Maak nog eens een geluidje. Mama. Echt niet hier? Nee. Ik snap het echt niet, hoor. Ja, en de klerenkast had ik al gekeken, Lucilla. Maar hier zit dus ook niet. En ook niet hier. Ah, dit... ah! Oh! Dan? Ben je van plek veranderd? Ja. Ik wou zeggen, want ik had daar al gekeken. Dus zit je er niet. Maar kijk. Ah, toen ik boven was, ben je even van de plek veranderd. Nee, kijk. Hier was ik. Toen ik naar boven ging, ging ik snel. Ja? Toen ging je verwisselen van plek. Ah, vandaar. En daarom verwachtte ik het niet. Daarom schrok ik zo erg. Wat was dat? Misschien is het waaien. Ja, ik heb hier ook al gekeken. Toen straks in de sauna. Toen zag ik niemand zitten. Nee, daar zit het er niet echt in.
Zat je hier echt? Ja. Ik heb hier net gekeken. Ik zat de hele tijd al. Nou, ik vind dat jullie dat wel heel goed hebben gedaan, jongens. Hier schrok, man. Hier schrok, ja, ik heb net hierin gekeken. Okay, toen zag ik hem niet. Moest kijken hoe die eruit komt. In die kleine sauna. Oké, okay, oké. Heb je best een tijd moeten zitten. In de minimutten, tien pompkaas. In de minimutten is de baas. Maar hij lag in het ziekenhuis. Drop, drop, drop. Eet maar lekker op. Pop, 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 pop. Ga je door tot jezelf? Pop, 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 pop. Ja, ja. Oké, dan gaan we even stoppen. Oké, Luan die gaat daar. Oké, dat verwacht hij misschien niet, omdat hij er zelf zat. Maar ik weet nog een hele goeie. Luxie. Luxie, kom. Deze weet Ryan waarschijnlijk niet. Oh ja, waar open bij verstopt het. Ja, wij hebben hier al vaker in het huis een stoppetje gespeeld. Hey! Ryan weet het misschien niet. Kijk, hier is een heel leuk deurtje. Kijk, we hebben het lampje even aangedaan. Dit is dus waar we zitten, in de slaapkamer van opa en oma. Ja, gaan we erin. Mama ook? Oh, Luxie vindt het spannend. Luxie vindt het te spannend. Snap ik, Luxie. Ga je maar bij Luan zitten, oké? Okay? Luan zit in de sauna. Goed? Kom, ik kom eraan. Kom! Oh, Luxie. Ja, het was wel een goede verstopping. Die had je niet verwacht, hè? Wist je dat hier een kast zat? Nou, ik zag het licht branden. We hadden het licht aangelaten. Zat je de hele tijd hier? Nee. Oh, ben je van plek veranderd? Eerst in de sauna. Ja? En toen snel hier. Alle blokjes in de bak. Alle blokjes in de bak. Ja, 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 ja. Alle blokjes in de bak. Vond je weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En we zien je graag morgen weer in een vlog. Doei. 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 Voeg je hart, boem, boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem, boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem, 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 boem mee. Dans mee.